Ik ben een middellange afstandsspecialist. Dat varieert van 500, 1000 en 1500 meter. Als ik gewoon niet goed voel en ik heb wat zere benen of iets in mijn lichaam protesteert, dan ga ik naar mijn masseur en dan laat ik me verzorgen. Een gezond lichaam is denk ik een lichaam waarbij alle verschillende compartimenten van het lichaam goed met elkaar in evenwicht werken. En dat de communicatie tussen alle organen en weefsels, dat goed werkt. Zonder mijn lijf kan ik niet en daar moet ik gewoon ook echt onwijs goed voor zorgen. Want ja, anders hou je het gewoon niet vol, dan krijg je blessures of je raakt oververmoeid en ja, dan breek je eigenlijk je lichaam af. Je kunt het echt op orgaanniveau kan het fout gaan door bijvoorbeeld een bloeding, dat een orgaan niet meer genoeg bloed krijgt en dat je daardoor dat het uitvalt. Maar het kan ook op cellulair niveau fout gaan door bijvoorbeeld foutjes in het DNA en dat je daardoor bijvoorbeeld ongeremde celgroei krijgt, wat kan leiden tot een gezwel of een tumor. En dat kan weer leiden tot kanker. Het vermoeit, het put zich uit. En ik vind het ontzettend leuk om mijn lichaam soms wat pijn te doen en die grens op te zoeken. Ik heb biomedische wetenschappen gekozen omdat ik het altijd heel interessant vind hoe het menselijk lichaam eigenlijk in elkaar zit en wat er fout kan gaan. En ik wil graag weten hoe het precies zit. En ik hoefde niet per se arts te worden, maar ik vind juist het hoe en waarom erachter heel interessant. Dus daarom ben ik biomedische wetenschappen gaan doen. Ik vind zelf ziektes interessant die te maken hebben met het immuunsysteem. En ook virussen vind ik ook heel interessant en infecties. Van de infectieziekte vind ik HIV heel erg interessant. En daar ben ik nu ook mee bezig met mijn onderzoeksproject aan het eind van dit jaar. In het derde jaar heb je wat meer zelfstandig dingen. In je eerste en tweede jaar heb je heel erg veel hoorcolleges en werkcolleges. En in je derde jaar heb je dat iets minder en heb je meer practica en moet je vaker presentaties geven en ben je meer met een groepje aan het werk om samen iets uit te zoeken wat je dan in een presentatie kunt laten zien aan de rest van je groep. Ik loop nu stage op een laboratorium waarbij ze met HIV bezig zijn. En ze zijn eigenlijk aan het kijken welke type cellen het virus kan infecteren en voor welke cellen het voorkeur heeft. En dat is heel erg belangrijk om te kijken welke medicijnen je moet toevoegen. En daar zijn we nu onderzoek naar aan het doen. Het gebouw is net nieuw. Ik denk een paar jaar voordat ik begon met studeren is dit gebouw geopend. Het heeft heel veel faciliteiten, het heeft veel computers en veel lokaaltjes. Wat maakt dat we eigenlijk altijd les hebben in dit gebouw. De Uithof vind ik een leuke plek om te studeren, omdat er veel studenten bij elkaar zitten. Onze studievereniging doet best wel veel voor de studenten van biomedische wetenschappen. En het zorgt ook voor gezelligheid, zodat we af en toe feestjes hebben en borrels. En dan kun je gezellig met je studiegenoten leuke avonden hebben. Ja, ik wil wel de beste worden. Ja, ooit Olympische Spelen, wereldkampioenschappen. Ja, daar wil je gewoon schitteren als schaatser. En dat is het hoogst haalbare. Dat is echt mooi. Met mijn project is het ultieme wat we kunnen bereiken een doorbraak waarbij wij erachter komen welk eiwit belangrijk is voor het bepalen van het celtropisme, heet dat. En dat is de voorkeur van het virus voor bepaalde cellen. En als we dat weten, dan kunnen we daar een artikel over schrijven. En dat is een wetenschappelijk artikel en dat wordt dan gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Nou. Gedrevenheid, de discipline en het talent, dat zijn de drie dingen die gewoon belangrijk zijn. Om een goede onderzoeker te worden heb je veel geduld nodig.
Want de proeven duren vaak lang. Je moet veel wachten tussendoor. En als het niet lukt, moet je het overnieuw doen. Net zolang totdat het wel lukt. Dus daarvoor heb je ook doorzettingsvermogen nodig, denk ik. Ja, als je dat hebt en je bent ontzettend gemotiveerd en gedreven. En ja, dan kan je gewoon heel groot worden. Ik denk dat ik later wel het onderzoek in wil. Ik was daar in het begin van mijn studie nog niet helemaal zeker naar, want ik dacht, ja, elke dag op het lab, dat is natuurlijk hartstikke saai. Maar je leert het toch wel in je studie om het wel te waarderen en het wordt steeds leuker naarmate je zelf meer mag doen en je kunt zelf meer bedenken wat je voor een proeven wil doen. En ik denk dat het toch wel heel erg leuk is om in het laboratorium te werken.